Hallo liefste vissen, mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse lezing. Voordat ik overga naar de lezing zelf, kijk ik altijd heel graag wat er momenteel gaande is op astrologisch vlak. Ik denk altijd dat dat een meerwaarde kan zijn. Ik zal het op globaal gebied bekijken en dan specifiek voor jou natuurlijk ook, liefste vissen. En daarna hop ik over naar de tarotkaarten zelf. Deze lezing is goed voor vissen, zowel in zonteken als ascendant, als eventueel ook maanteken. Goed, we duiken er direct in. Ja, deze week had ik het heel graag gehad over een hele krachtige transit. Voor mij de tweede krachtigste transit van dit jaar, althans, denk ik dan. Het is dit weekend, op 21 april, hebben we de transit waarin dat de planeet Jupiter en de planeet Uranus samenkomen op één lijn, als het ware. Dit heet conjunct. Nu, het is heel speciaal, ten eerste omdat het maar om de 14 jaar gebeurt. Hè. En ik wens dat even volledig te analyseren, wat duiding brengen, wat dat teweeg kan brengen. En zoals ik zei, dan specifiek voor jullie ook. Hè. Dus uitzonderlijke transit. Ja, om de 14 jaar. Hè. Het is eigenlijk, je moet het zien als een begincyclus terug van de volgende 14 jaar terug van jouw leven. Hè. En het zijn twee krachtpatsers van planeten. Hè. Eigenlijk belangrijk dat ik nog wens mee te geven, die conjunction, die transit, is op elkaar. Dus die twee planeten komen bijna op elkaar te staan. De specifieke datum is, zoals ik zei, de 21ste april. Maar eigenlijk hebben we die invloed van die twee planeten al. Omdat die heel traag eigenlijk naar elkaar toe komen. Ze doen er 14 jaar over om dezelfde cyclus te behalen. Dus ze schuiven als het ware zeer langzaam op. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat die energieën ook wat sneller voelbaar zijn. Dus eigenlijk kan ik daaruit concluderen dat we deze energieën van deze transit al kunnen aanvoelen. Het krachtigst ook zullen zijn vanaf begin maart tot begin juni. Dan zul je echt wel die input het grootste voelen. En het grootste voel wanneer dat je voelt dat er bepaalde zaken in je leven zijn aan het veranderen. Maar ten eerste wens ik eens uit te leggen aan jullie heel kort, heel simpel, wat een conjunction is. Ik zeg het ook altijd in het Engels. Dus omdat ik tweetalig ben Engels en Vlaamstalig. Het is gewoon iets simpelder voor mij om die kenmerken in het Engels te bepalen. Maar een conjunction of een samenkomst van planeten, van twee planeten, is wanneer dat twee planeten samenkomen op één plaats en één tijd. En ik kan het eigenlijk het beste voorstellen bij jullie als, neem nu de wijzers van een klok, hè. Geen digitale klok, een gewoon uurwerkklok nog. En dan heb je de grote wijzer en de kleine wijzer. En dan op een bepaald moment, als het 12 uur is, komen die twee wijzers samen te staan. Eigenlijk zo. Dat is net hetzelfde met die twee planeten. Dus die twee planeten komen op een tijd van stond, eigenlijk dus om middernacht, 12 uur dan, als het ware, komen die samen te staan. En dat is alvast het nieuwe begin van een 14-jarige cyclus. Hè. Dat is ook zeer intens. Als die twee planeten op elkaar of tegen elkaar komen te staan, dan mag je echt wel zeggen dat die fusie van die energieën zeer, zeer, zeer naar boven komt. Hè. Wij voelen dit uitermate ook in ons leven. En dan het hoogtepunt zal nu eigenlijk deze zondag zijn. Ten eerste Uranus. Hè. Voor wat staat die planeet allemaal? Ja, planeet Uranus is de heerser van het teken van Waterman. Dat is ten eerste dat ik ga meegeven. Het is een planeet die staat voor grote, plotse veranderingen, snelle ontwikkelingen, revolutie, rebellie ook, onverwachte shifts in jouw leven, onafhankelijkheid, impulsiviteit, ook een drang naar meer vrijheid, naar meer onafhankelijkheid. Het is een planeet die ons doet toekomstgericht denken. Hè. En omdat het de heersende planeet van Waterman is, zoals ik zei, wordt hij daardoor ook altijd gekoppeld aan uniek zijn. Afhankelijk uniek zijn, uniek denken, uniek willen zijn in deze maatschappij. Jupiter, dat is de grootste planeet in ons zonnestelsel. Deze planeet staat voor expansie, omdat die zo groot is. Die staat dan ook voor groei in ons leven, voor optimisme, voor kracht, voor positief denken, voor geluk ook.
Ja, ik zei het, Jupiter, grootste planeet van ons stelsel, is 2,5 keer zo groot als alle andere planeten samen in een bundelke. Dus dat is maar eens voor een imprint te geven hoe groot dat die planeet is. Planeet Aarde, wij kunnen er 1300 keer in die planeet. Dus dat is een gigantische, gas giant noemen ze in het Engels. Dat is een planeet die hoofdzakelijk bestaat uit gassen, hè. Maar het is een planeet van verruiming, expansie. Het is de eerste planeet ook van jouw teken, vis onder andere, en ook van boogschutter. Hij regeert ook het negende huis, en het negende huis staat ook onder andere staat in connectie met verre reizen, verdenken, iets extra leren. Dus altijd maar meer, groter, beter. Daarmee staat hij in connectie ook, hè. Mocht je weten, mocht jij je chart kennen, je geboortechart, dan ga ik je gewoon al meegeven, kleine side note, waar dat Jupiter, in welk huis dat Jupiter staat, dan zal dit huis zeer belicht worden in jouw leven, vaak met goed geluk, en zal je in dat huis een enorme groei maken in jouw leven. Dus stel nu dat Jupiter in jouw 12e huis staat, als het huis van spiritualiteit, dan zal jij in jouw leven een echt wel een mooie transformatie maken, wellicht op spiritueel vlak. Hè. Staat hij in je 10e huis van financiën en werk, dan ga je van werk bijvoorbeeld, ga je wel zeer werkgedreven zijn en zeer, ik zal maar zeggen, veel geluk hebben op werkvlak. Hè. Enzovoort. Hè. Maar dat zijn voor degenen die hun geboortejaar uiteraard kennen. Die twee planeten komen nu samen in het teken van stier. Dus wat brengt dat algemeen allemaal met zich mee? Ik heb heel wat zaken opgeschreven. Ten eerste, omdat het is zo'n grote transit, hè, het belicht ook heel veel. Je kunt eigenlijk verwachten, nu zeker deze periode, de volgende maanden nog tot juni, kan wel zijn dat er technologische doorbraken komen, wetenschappelijke vernieuwingen komen, nieuwe technologieën en nieuwe ontdekkingen. Denk Uranus, nieuw, en dan die wetenschappelijke kant ook nog eens erbij, die technologische kant, alles dat technologisch verbonden is, wordt verbonden met Waterman en Uranus. Dus vandaar die combinaties. Ik denk dat een grote periode van groei en expansie zal zijn om nieuwe zaken in het leven te gaan ontdekken. En dat is dan specifiek voor in ons leven dan. Hè. Stier wordt op astrologisch vlak ook soms geassocieerd, of vaak een van de zaken waarmee dat het teken stier wordt geassocieerd, is voeding. Dus ik kan dan een uitleg geven van, er is een periode opkomst wellicht, dat er meer nieuwe technologieën kunnen komen met betrekking tot teelt van voedingswaarden. Ook naar veeteelt bijvoorbeeld toe. Maar ook de mensen die werken in die sector, hè, kan zijn dat die meer onafhankelijkheid zullen willen. En dat zie je dan bijvoorbeeld al met de boerenbond, hè, met die betogingen. Ze willen hebben dat ze beter, ik zal maar zeggen, er beter voor gezorgd worden. Dus dat zijn allemaal zaken die samenkomen, sowieso al met Pluto in Waterman, maar ook met deze transit. Hè. In de financiële sector denk ik ook dat bepaalde zaken snel vooruit kunnen beginnen gaan. En algemeen denk ik met deze energieën is dat we allemaal meer zin naar vrijheid en zelfstandigheid zullen ondervinden. Die Uranus-energieën, die andere ideeën, die wensen anders te zijn, nieuwe ideeën hebben, maar anders, excentrieker ook zijn, dat zijn zaken die nu momenteel kunnen belicht worden. Hè. En dit deeltje van jezelf, dit excentrieker, zal gewoon nog dichter bij jou aanleunen wie jij bent. En waarschijnlijk is dat de zijde ook van jezelf dat je niet vaak blootgeeft aan andere mensen. Dus ik denk ook algemeen dat wij wat meer enthousiaster zullen zijn momenteel. Moet maar eens voor jezelf kijken als je met iets bezig bent of algemeen in het leven. Ik had onlangs ook iemand die zei, ja, ik ben zo enthousiast als ik gewoon al aan het wandelen ben. In het bos bijvoorbeeld, waar dat ik vroeger gewoon wandelingen maakte. Nu ben ik zo precies heel alert van alles rond mij en zeer enthousiast over alles en nog wat. Een perfect voorbeeld bijvoorbeeld van deze transit als het ware. Kan ook zijn daardoor, hè, omdat we wat enthousiaster zijn, is dat we het gevoel hebben dat alles mogelijk is in ons leven. Dus waardoor dat je je grenzen als het ware een beetje aan het verleggen bent. Let op, er is altijd een schaduwzijde aan elke transit. En deze kan zijn is dat je
ietsje meer last kunt hebben van bijvoorbeeld een soort van autoriteit in jouw leven. Ook een wat moeilijkheid kunt hebben om bepaalde compromissen te maken in jouw leven nu. En je kunt zelfs iets te enthousiast zijn, waardoor dat je bepaalde zaken niet volledig doordacht hebt, hè. Een van mijn vorige video's had ik het ook over Mars samen met Saturnus. Die Saturnusse energie zit daaronder, die ons ietsje wel tegenhoudt en die vraagt om de puntjes op de i te zetten, hè. Dus niet te enthousiast zijn, niet te hard gaan lopen als het ware. Nu persoonlijk vind ik dat niet erg. Ik hou van die energie, maar dat is elk voor zich. Ik heb ook nog enkele voorbeelden eens opgezocht wanneer dat we de laatste keren en welke soort impact deze transit kan geven, om duidelijk te maken hoe belangrijk hij is momenteel, deze transit. En dat zie ik als ik terugkeer in het verleden. Ik kan niet elke om de 14 jaar heb teruggegaan, maar ik heb zowel de grootste punten voor mij althans eruit gehaald die ik belangrijk vond om eens mede te delen met jullie. En dan ben ik ver teruggegaan, hoor. Ik ben naar 1775 teruggegaan. En dan hebben we tijdens een Jupiter- en Uranus-transit, ook in het teken van stier, dus net dezelfde transit, dan hebben we eigenlijk de Amerikaanse revolutie gehad in die periode. 1789, 14 jaar later, hebben we de Franse revolutie gehad. Dus denk maar eens gewoon hoe het in de wereld gaat. Ik durf niet te voorspellen dat we nu een revolutie zullen hebben. Maar althans denk ik dat we er toch niet te ver van zitten. Dat is één vlak, hè. 1969, ook een Jupiter-Uranus transit. Toen hadden we enorm veel rebellie in Amerika en ook in Europa tegenover de oorlog in Vietnam. Er was een enorme grote vrouwenbeweging toen aan het vormen. En de gay rights movement was ook van de eerste jaren die dit ook naar boven aan het komen was, hè. Dus het waren allemaal tijden wanneer dat we meer vechten of vochten voor onze vrijheid. Dus je hoort dat woordje terug, hè. Vrijheid is geassocieerd met Uranus. En de expansie van Jupiter, meer vrijheid willen in ons leven, meer onafhankelijkheid, meer van het systeem wensen af te geraken, zijn een van die voorbeelden, hè. Op wetenschappelijk en technologisch vlak superveel revolutionaire ontwikkelingen gehad tijdens deze transits in het verleden. Enkele daarvan, de eerste iPhone van Apple is gemaakt geweest op een Jupiter- en Uranus-transitie of conjunction. Ik weet niet voor degenen die dit kennen of niet, maar Surrey, een van de eerste, connecties die we gehad hebben met robots of met AI in ons leven, hè. We hebben ook Darwin zelfs, Newton, Copernicus, al die groten, wanneer dat zij nieuwe ideeën naar buiten brachten, was ook altijd op een Jupiter- en Uranus-conjunction. Dat is echt te gek, eigenlijk, als je het allemaal bekijkt. 1830 heb ik ook gezien, toen is de elektriciteit ontdekt. Dat is een van de grootste impactvolle dingen in ons leven. Dus die conjunction laat eigenlijk gewoon zien, alles wat tijdens zo'n transit ontdekt wordt, dat is iets dat wij meedragen voor de rest van ons leven, voor de volgende generaties zelf. Zo belangrijk is zij. Dus ja, ik moest daar eens over spreken, uiteraard, hè. Nu, voor jou specifiek vis, en ik kijk altijd eerst voor vis in ascendant, want dat is hoe dat we een chart bepalen. Je kan ook kijken voor vis in je zonteken, dit stukje. Dat zal dan meer bepalend zijn voor jouw job en jouw carrière. En dan vis in maanteken is altijd meer bepalend voor jouw emoties. Hoe je dat je emotioneel in het leven staat. Maar jouw derde huis is jouw huis van communicatie. Okay. Dus algemeen, ik denk dat je meer innoverende ideeën zult hebben momenteel. Met betrekking tot jouw potentieel algemeen in jouw leven. Nieuwe aha-momentjes van, oké, dat is potentieel, daar wens ik heen te gaan. Ik denk zelfs je ideeën voor jouw leven nu, dat ze zelfs meer en meer momentum ook zullen krijgen. Dus als je nieuwe ideeën hebt en als je actie onderneemt, dan zal dit snel vooruit beginnen gaan. Het is ook een periode, liefste vis, om echt wel out of the box te gaan kijken, hè. Die Uranus-energie is energie van out of the box kijken. En ik denk ook gewoon nieuwe boeken lezen, nieuwe podcasts beluisteren, dat zeer interessant voor jullie kan zijn. Jullie kunnen wel een klein beetje rusteloos nu voelen, hè? Het is een echte gehypte energie, hè?
Hoe verder dan we in het jaar zullen afvlakken en ook naar de volgende jaren zal die energie sowieso al wat meer uitvlakken. Naar de zomer toe zal deze rusteloze energie sowieso wat zachter worden. Hè. Jouw manier van communiceren kan ook wat veranderen. En je visie en je eigen waarden, hè, die visie naar jouw eigen waarden kan meer naar de oppervlakte komen. En hoe je dan communiceert naar de buitenwereld toe. Ik denk ook dat voor jullie een goede periode is om algemeen eens iets anders te doen. Als je kan. Voor degenen die online communiceren, ik denk dat er daar iets aan het veranderen is. Of dat je zal kijken hoe je online communiceert. En voor degenen die niet online communiceren, kan het gewoon ook zijn hoe je in mails antwoordt naar anderen. Hoe je berichten schrijft bijvoorbeeld, via WhatsApp of Messenger. Maar alles die met online communicatie te maken heeft, kunnen jullie eens herbekijken waarschijnlijk. Hè. En dan zie ik ook dat, dat is een kleine attachment zal ik maar zeggen. Maar er zal ook een plotse mogelijkheid zijn voor sommige vissen om een korte trip te gaan maken nu de komende weken die eraan komen. Dus dat is ook een mooi meegenomen deeltje, denk ik dan maar. Dat is zowel het belangrijkste wat ik wou meegeven op astrologisch vlak. Ik heb het zo beknopt mogelijk gehouden, want ik probeer altijd zo rond de 15 minuten te draaien. Dus het is mij net gelukt. Ik sluit het hier graag af en ga direct over naar de tarotlezing zelf. Misschien voor degenen die nieuw zijn, als ik het nog niet gezegd had of wel, algemeen ten eerste nog eens welgekomen. En ik geef het altijd mee dat ik tweetalig ben. Ik ben zowel Vlaams als Engelstalig en tijdens een lezing connecteer ik gewoon luid op in het Engels. Dat is mijn manier van communiceren met de kaarten. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten, maar ik zal ze direct vertalen en verklaren uiteraard. Ik begin de lezing altijd heel graag met enkele orakelkaarten. Ik heb verschillende decks hier voor mij liggen die op voorhand geshuffeld zijn geweest. Daar komen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna hop ik over naar de tarotkaarten zelf. Alright, here we go. Okay, show me what we need to know, please, for Pisces. Any general messages, please, for Pisces. Hoppa. Ja, ik heb miracles en diligence. Ja, die diligence heeft wel wat meer te maken met voorzichtig zijn ook. Wat meer de puntjes op de i zetten, doorzetten, niet opgeven. Zodanig dat je eigenlijk bepaalde mirakels kunt aantrekken in jouw leven. Ik denk ook dat het een hele leuke periode is voor ons trouwens allemaal, maar zeker voor jullie ook, liefste vissen, om bepaalde wensen en dromen in jouw leven te gaan bereiken die dat jij wenst. Daarover spreken deze kaarten. Oké. Eerste twee kaarten. Goed, we gaan verder. Alright, show me what else, please. I need to find these. Tja, oké. Okay. Ik ga nog eentje erbij vragen. Oké, show me what else, please. En die ga ik moeten lezen. Oké, drie kaarten. Ik heb twee kaarten die absoluut al een beetje hetzelfde meegeven. Je ziet dat hier, de olifant zit vast in de modder. En dan heb je de kaart van solitude. Je even terugtrekken om bepaalde basis te herbekijken. Deze kaart spreekt eerder over, je zit niet zo vast alsof je denkt. Bekijk ook eens je situatie, er zijn altijd uitwegen. Ik zie die kaart altijd als, die olifant zit vast en die denkt dat die te zwaar is voor die modder en waardoor dat die nog vaster komt te zitten. Maar eigenlijk is die zo wederlicht als dit vogeltje die op zijn rug zit. En als je bepaalde zaken herbekijkt van ik ben te zwaar, ik raak er niet uit. Ja, dan ga je er waarschijnlijk niet uit geraken. Maar als je jezelf anders bekijkt, zoals dit vogeltje, dan ga je sneller uit de situatie kunnen geraken. Daarover spreekt deze eerste kaart. En deze tweede, zoals ik zei, spreekt over meer stabiliteit brengen in jouw leven eventueel door jezelf terug te trekken. En door eens bepaalde zaken te gaan heranalyseren eventueel. En dan had ik nog de laatste kaart die eruit kwam, is Ghostlands. Nu, dat is een kaart die ik dien te lezen, dus ene die ik niet onthoud. Ik kan ze ook niet allemaal onthouden. Überhaupt, en sommige lukt gewoon niet.
Ghostlands nummer 17 spreekt over, het is in het Engels, ik zal het direct vertalen in het Vlaams. You can learn from the past and imagine a beautiful future, but you must live in the here and now. Ja, kijk, je kan leren van het verleden en je kan denken over de toekomst, maar je moet in het nu en het hier leven. Ik zal hem nog eens tonen terwijl ik het lees ook. Whenever you set your sights too far ahead, you run the risk of losing your footing, for rarely do the present and future match up exactly on the enchanted map that is your life story. Ja, als je eigenlijk te ver kijkt naar de toekomst al, hè, dan gaat ten eerste, dan leef je niet in het nu. En dat zal waarschijnlijk ook jouw toekomst, wanneer dat je er dan eindelijk bent of geraakt, niet overeenstemmen, omdat je te ver kijkt. Ja? Dus eigenlijk zegt deze kaart is om het dicht te houden. Leef in het nu en doe stap voor stap, zet dus volgende stappen in de dichte toekomst. Zo kan je eigenlijk je doelen sneller bereiken, als het ware. En ik denk ook daardoor zal jouw toekomstige doelen meer gealigneerd zijn met wat in jouw mogelijkheid ook ligt. Want we kunnen dromen over het feit van dat we miljardair gaan worden. Maar bon, wie zegt dat dit dan ook mogelijk zal zijn? Misschien eens kijken wat al aanwezig is in jouw leven. Is bijvoorbeeld een mooier of een andere stap. En dan kijken wat jou meer geluk in het dagelijkse leven kan bijbrengen. En zo stap voor stap vooruit gaan. Daarover spreekt deze kaart. Oké, wij gaan het volgende dek erbij nemen. Wat ga ik nemen? Ik heb eens een oud dek uitgehaald. Kwam ik tegen in mijn kast. Lang geleden, zeker meer dan een jaar geleden, dat ik dit boven gehaald heb. Eens zien of ik hier een paar mooie boodschappen kan uitkrijgen. Oké, show me what you need to know, please, for Pisces. General message, thank you. Oké. Nice. Taking action. I enthusiastically embrace life boundless possibilities. Nu, de kaart spreekt over dat je actie zult ondernemen vanaf dat je uit bepaalde momentum komt van stilstand, denk ik. Jij bent meer naar een punt aan het gaan waarin dat je meer enthousiast over het leven aan het worden bent. En dat, ik denk dat je begint dan in te zien dat er enorm veel mogelijkheden rond jou zijn. Dat is een heel mooie kaart om te krijgen. Hè? Taking action. En gewoon meer bewust worden van het leven waar je nu in leeft. Dat is zo de tweede belangrijkste boodschap dat ik nu al meekrijg voor jullie. Vergeet niet dat die miracle kaart hieruit ook sprong. Hè? Dus dat zijn die mogelijkheden in jullie leven. Hè? Oké, ga ik nog één kaart nemen? Ja, en ik neem altijd graag een kaartje van het orakel, kruidenorakeldek. Altijd mooie boodschappen, vind ik. Oké, show me what we need to know, please, for Pisces, the collective. One message, please. One message for Pisces. Alright, thank you. En ik heb de engelwortel. Ik breng licht in duisternis. Zeer, zeer, zeer mooie kaart voor jullie. Complimenteer ook maar wat er momenteel nu voor mij hier ligt. Ik zal hem eventjes lezen. Probeer in elke situatie, hoe beroerd ook, de lichtpuntjes in de duisternis te zien. De lach van een kind, een dansend blaadje, een dikke knuffel van een vriendin. Zo blijf je altijd op de been. Mooie kaart, hè? Dus in die periode van donker zijnde eventueel, ik weet niet of dat het zo is, maar voor degenen die het dienen te horen, en dat zal niet voor iedereen zijn, maar elke situatie kan veranderen. Hè. En ik vind die taking action vind ik hier heel mooi voor jullie, hè, dat je meer mogelijkheden ziet momenteel in het leven. Hè. En daardoor dat je terug naar buiten kunt gaan, hè, en het leven gaan omarmen en kijken gewoon wat er al aanwezig is. Ik denk, wij hebben allemaal dromen en doelen in ons leven. We wensen allemaal waarschijnlijk bepaalde zaken te bereiken. En soms daardoor vergeten we nu gewoon eens rondom ons te kijken wat al belangrijk en wat al zo mooi aanwezig is. Hè? Daarover gaat het eerste deel. Goed, ik spring heel graag over naar de tarotkaarten zelf. Ik neem algemene boodschappen voor jullie terug. Het zijn kaarten die eruit jumpen. Dan toon ik ze aan jullie en daarna zal ik ze nog eens verklaren met een tweede deck. Oké, here we go. Show me what I need to know, please. Thank you for Pisces, for the collective. Thank you. Any general messages, please. Thank you. Okay. Anything else, please, for Pisces, for the collective. Okay, die wilt er ook uit. One or two more. Thank you. Okay, enough.
Alright, we gaan eens zien hè, wat er hier allemaal op tafel ligt voor mij. Wauw, oké. Interessant al. 1, 2, 3. Drie grote arcana en een 10. Wauw. Nu, als ik veel grote arcana krijg in een lezing, dan zijn dat meestal keerpunten in je leven. Ze zijn meestal belangrijke hoofdstukken in jouw leven. Heb ik veel kleinere arcana, dan spreekt dat eerder over ja, bepaalde meer details in jouw leven. Hè? Dus ja, dat belooft. Ik zal eerst een slokje water nemen, voor ik eraan begin. Oké. Ik begin met de allereerste kaart. En dit is de Ten of Pentacles. Nu, de 10 van pentakelen in het Vlaams spreekt over een volgend hoofdstuk. Op job, carrièregebied of financieel gebied of iets materieels in jouw leven. Het kan ook naar een huis toe gaan. Maar een job is een 10 is iets dat je aan het verkrijgen bent. Als je alle cijfers eerst doorloopt, van de 1 tot de 10, dan ben je er eigenlijk geraakt aan de 10. Je hebt iets kunnen afronden. Je hebt iets kunnen verkrijgen, als het ware, in jouw leven. Je ziet dat die mensen hier zeer, zeer, zeer gelukkig precies staan. En al die pentakelen money. Dus het kan zijn dat je momenteel succesvol aan het worden bent, ten eerste op financieel vlak, maar ook bijvoorbeeld in jouw job, in jouw carrière, dat je promotie aan het behalen bent, of dat je een stapje niveau hoger gaat in jouw job, of dat je iets anders wenst te doen. Je hebt een hoofdstuk daarin afgesloten en je wenst naar een volgend hoofdstuk te gaan. Daarover spreekt deze kaart. En dit gebeurt ook maar niet zomaar. Hè. Zoals ik zei, van de 1 tot de 10, je hebt al die stappen dienen te doorlopen. Hè. Dus vandaar de 10 of Pentacles is echt wel een grote kaart. Dus misschien proficiat voor bepaalde vissen die dit dienen te horen. Ik heb ook de 9 of Wands voor jullie. Nu, de 9 of Wands ook daarin. Eigenlijk wordt die de Wounded Warrior genoemd, deze kaart. Hè. Je ziet ook dat die man hier zowel wat gewond is, maar die geeft niet op. Die is blijven doorgaan. Om te kunnen verkrijgen in zijn leven wat hij wenst. Om dit te kunnen verkrijgen, althans. Heeft hij niet opgegeven. Dus blijven doorgaan. En ik kan zien dat jij dit aan het verkrijgen bent in jouw leven. Hè. Je ziet op al die staven die hij heeft, die je meegenomen heeft gedurende zijn traject. Op al die staven beginnen er bloemetjes of plantjes terug te groeien. Dus dat wil zeggen dat je daar terug vooruitgang aan het boeken bent. Jij bent vooruit aan het gaan met iets. Omdat jij niet opgeeft. Ik heb de Temperance kaart ook. Hè. Nu, de Temperance kaart spreekt wel over... dat is een soort van een waarschuwingskaart ook. Die spreekt over balans. Hè. Dus let op als die kaart komt. Die kaart vraagt wel een bepaalde balans in jouw leven te hebben. Nu, dat kan breed zijn. Ik moet hem sowieso verklaren. Hè. Dat kan op job, carrièregebied zijn. Dat kan in je persoonlijk leven zijn. Dat kan op wat dat je eet bijvoorbeeld zijn. Komt nu opeens in mijn hoofd ook. Kan zijn dat je te veel sport, te weinig sport. Maar ergens dat dient er meer balans te zijn in jouw leven. Ja? En die ligt onder die solitude kaart. Hè? Dus denk ik dat je even wel wat tijd voor jouzelf kunt nemen. Om dat eens te bekijken in jouw leven. Hè? Die solitude kaart is ook nummer 4. En nummer 4 staat voor mij voor stabiliteit te verkrijgen in jouw leven. En als je dan nog eens de temperance kaart daaronder krijgt, is net hetzelfde boodschap als het ware. Meer balans, meer stabiliteit verkrijgen op een bepaald vlak in jouw leven. Kan ook gewoon op emotioneel vlak zijn. Oké, ik heb ook de emperor. Ja, en daar spreken we dus over een big boss man. Hè. Die emperor-energie is een energie van je ziet dat ook, hè? Dat is echt, hij zit op een zeer, zeer gestructureerde vierkante troon. Daarom is hij ook zo afgebeeld als bam, bam, bam. Dus alles wat die man in zijn leven doet, is voorbepaald, is goed berekend, is zeer gestructureerd. En een zeer brede basis geeft die man ook. Dat is ook een leidinggevende figuur. Vaak wordt hij gezien als de man die 1001 werknemers onder hem heeft, die mensen begeleidt in zijn leven. Hè? Hij wordt ook gezien als de koning van alle koningen. Hè. Ik zie hem ook als een zeer gefocuste man. Dus het kan wel zijn dat uw focus nu momenteel
één misschien dient te veranderen. Ik zal dat erbij zeggen, want hij ligt onder die stuck in the mud kaart. Ja? Dus als ik die twee onder elkaar krijg, of die onder die kaart krijg, dan vraagt deze kaart om focus te hebben, maar naar een ander punt. Niet dat je vastzit, maar ergens anders naartoe. En focus op jouzelf, want dat is een zeer sterke kaart. Hè? Dat toont ook aan dat jij veel sterker bent dan dat jij denkt, liefste vis. Hè? Dus jouw focus dient waarschijnlijk te veranderen op dit vlak. Ook daar zal ik meer weten als de kaart verklaart. Ik heb de Five of Pentacles. En daar zie ik eigenlijk wel al een verandering aankomen. Hè. Dat is een kaart die aantoont waar dat je in het verleden eventueel wat moeilijk kunt gehad hebben. Eén op financieel gebied of eventueel jobcarrière gebied. Iets zo, of materieel gebied algemeen. Dus een kaart die spreekt over verandering. Jij komt uit een periode van wat moeilijkere periode naar een periode van meer geluk, meer prosperity, zeggen we dan in het Engels. En naar die 10. Kijk, dat is een hele dat is een dag- en nacht verandering. Je ziet hier die mensen buiten lopen in de koude, als het ware. Hè. Die hebben niet veel, die hebben ook niet zoveel financiën. En die gaan naar deze volle kaart, vol met pentacles, als het ware. Dus dat is een kaart die aantoont dat er verandering aan het komen is voor jou. Ik heb de Chariot ook. Nu, de Chariot is een van de snelste kaarten van het deck. Ook daar toont die kaart aan voor mij dat de progressie in jouw zijnde is. En hij ligt onder de Taking Action kaart. Dus onder deze kaart ligt de Chariot. Beide kaarten tonen aan vooruitgang. Vooruitgaan. En je ziet die persoon hier ook over een beek springen. En hier zit hij eigenlijk in een koets. En als het ware is hij meester van die twee sfinxen. Hè? Normaal gezien zie je hem nog een keer in draf vooruit gaan. Hij laat een stad achter zich en hij gaat vooruit. Hij neemt actie. Hij gaat boom. Hè? Hij ziet mogelijkheden in zijn leven. En ik denk dat jij dit voor mij is de volledige shift in jouw leven. Dat jij meer mogelijkheden aan het zien bent in jouw leven momenteel. Dat zal leiden tot die Ten of Pentacles. Ik heb ook nog een tweede 10. Ik sluit af met deze. De 10 of Wands, ook daar. Hè. Dus terug op vlak van jouw passie, jou inspireert zijn. Jouw waar dat jij wenst naartoe te gaan in jouw leven. Jouw motivatie zelfs. Hè. Ik denk dat je daar iets achter jou aan het laten bent. Iets aan het afronden bent en naar een nieuw hoofdstuk aan het gaan bent. Hè. Het licht onder die kaart. Ik breng licht in de duisternis. Hè. Dus als je eventueel bepaalde zaken had die nog zo'n beetje niet helemaal zuiver duidelijk waren voor jullie, dan denk ik dat jij dit ook achter jou laat. Want kijk, ook hier op al zijn staven zie je als het ware die bloemetjes terug aan het groeien. Dus hij neemt het allemaal mee, al die staven neemt hij mee, omdat er enorm veel potentieel is aan de andere kant. Ja? En alles staat in groei en bloei om vooruit te gaan. Dus het is een lezing die spreekt over progressie in jouw leven. Hè? Sowieso. Oké, gaan de kaarten verklaren. Ten of Pentacles, please. Clarify that ten. Thank you. Twee kaarten. Goh, en nog eens de 5. En 2 5's. Woe! Ja, als ik 2 5's krijg op een Ten of Pentacles, 100% is er hier verandering op financieel vlak voor jullie. En dat zal jullie emotioneel veel gebalanceerder en gelukkiger maken. Ik denk dat jij gewoon op dat vlak, dat er een shift is in jouw leven. Dat jij de volgende 14 jaar herstart, waarin dat jij op financieel vlak veel gelukkiger zult zijn. Liefste vis althans. Voor mij spreekt deze lezing het meeste naar uw financiën, uw job, uw carrière. Deze zaken liggen hier zo wel wat samen. Ik heb hier 4 kaarten al over geldgerelateerde zaken en 2 gemotiveerd. Die spreken over jouw motivatie als het ware, jouw inspiratie. 9 of Wands, please. Clarify that 9. Clarify that 9 of Wands, thank you. And a 7 of Swords. Ja, dat is die lange weg dat jij afgelegd hebt. Hè. Dat is die lange weg van vroeger. Ik denk dat je er lang over gedaan hebt om op het punt te komen waar jij nu aan het komen bent. Ik ben niet helemaal zeker of dat je het zelf inziet.
Maar die Seven of Swords hier dat erop ligt, toont mij aan. Ook daar dat je enorm veel ervaring hebt opgedaan gedurende je ganse traject. En ik ga dat nu echt wel spreken over de voorbije 14 jaar, omdat dat astrologisch verbonden is met het eerste stukje. Maar ik vind het prachtig om te zien, omdat ik kan zien dus dat jullie naar die Ten of Pentacles aan het gaan zijn. Hè. En desondanks wat dat je tegengekomen hebt, ik denk zelfs dat dat jullie helpt, als het ware. Al hetgeen dat wij leren in ons leven, nemen we mee. Hè. Nemen we mee als boodschappen voor ons. Hè. Waardoor dat we iets kunnen leren, waardoor dat we naar een volgend hoofdstuk kunnen gaan. Want deze 10 staat ook voor een nieuw hoofdstuk in jouw leven. Temperance card, please. Clarify that temperance card. And the Three of Swords. Twee dingen. Zijn er bepaalde vissen die emotioneel wat last hebben gehad de laatste tijd? Dat zal tijd voor jouzelf even deugd doen. Dan zal meer balans terug gecreëerd worden daardoor. Dat is één aspect dat ik wens mee te geven met deze kaarten nu. De andere kaart is, de andere zijde van deze kaarten is ook door wat meer tijd te nemen voor jouzelf en door wat meer breder te kunnen kijken daardoor naar het leven. Ik heb hier de Three of Swords op en de Three of Swords spreekt ook over onze gedachten dat we te nauw houden. En door eigenlijk wat tijd te nemen voor jouzelf in solitude als het mogelijk is, kan jij meer inzichten creëren. En als wij meer inzichten creëren, dan gaan wij automatisch meer balans in ons leven gaan aanbrengen. En daarover spreken deze kaarten voor jullie. Oké. The Emperor, please. Clarify the Emperor. Ja, en de Page of Pentacles. Nog een pentacle, hè. Als die Page of Pentacles komt op de Emperor, dan 100% staan er hier voor bepaalde vissen een nieuwe carrière klaar. Een nieuwe opportuniteit op jobgebied, op carrièregebied, op financieel gebied. No doubt. Ligt onder die stuk in de mud. Dus voor deze die vastzitten of denken vast te zitten, dat is gedaan. Dit stopt. Jullie gaan vooruit. Er komt verandering aan bij jullie. Five of Pentacles, please clarify. And the Tower. Ja, ja. Vergeet niet in het nu te leven. De liefste vis, herinnerde nog die kaart. Hè? Die vroeg om in het nu te leven. Zelfs al heb je toekomstdoelen, die zijn prachtig. Zet je toekomstdoelen misschien ietsje korter. En werk zo die trap, als het ware, op naar boven. Dus niet denken voor binnen, prachtig, hè? Voor binnen 10 jaar. Maar we moeten dit opbouwen, natuurlijk. Hè? En waarschijnlijk along the way, terwijl we eigenlijk dit doel aan het bereiken zijn, kan dit doel door de jaren heen zelfs aangepast worden. Maar ik heb de Tower erop. Dus dat is een plots inzicht dat jij aan het krijgen bent. Hè. Nieuw inzicht ben je aan het creëren op jouw financiële zaken. Het is een financiële, het is een jobgerelateerde lezing. Dat is een feit. The cherry, please. Clarify that. The cherry, please. Thank you. En nog een 10. 10 of swords. Ja, ik kan het echt niet uitvinden, hoor. Ja, dat is... Jij bent iets aan het afronden, hè. Dat is iets... Ik heb 3 kaarten van afronding. Sowieso iets dat je verkregen hebt. Iets waar dat jij een lange weg hebt voor afgelegd. Excuus, komt iets op mijn beeld. Ik zal te stonen 1 tien, 2 tienen, 3 tienen in 1 lezing. Dus 3 tienen spreken echt over gedaan, ik ga naar het volgende. Ik kan het niet nog duidelijker uitleggen. En met de chariot, vooruitgang, snelle vooruitgang. Het verleden achter jullie laten en vooruitgaan. En de nieuwe mogelijkheden in het leven volledig aanvaarden. Boundless possibilities. Gigantisch veel mogelijkheden voor jullie. Ten of Wands, please. Clarify. Thank you. En nog een 7, hè.
Oh, wat een speciale lezing terug. Seven of Pentacles, ook daar terug. Pentacles voor jullie. Dus dat is jullie die door hard te werken hebben, zijn jullie aan het verkrijgen wat jullie wensen. Hè? En het zal voor de ene een promotie zijn, voor de andere een andere job, voor de andere meer financieel geluk. Maar dat is een trapje hoger gaan. Hè? De 10 terug naar de 1 en jullie volgende cyclus is terug begonnen. Liefste vissen, ik zal hier afronden. Ik denk dat het duidelijk is. Hè? Ik hoop het althans. Als deze reading resoneert, mag je zeker op de like-button klikken. Alvast eventueel ook abonneren als je dit nog niet gedaan hebt. Je kan ook altijd op het belletje klikken. Dan word je op de hoogte gebracht van de volgende video's die ik meestal wekelijks post. Ik zal er nu nog een laatste keer iets kort aan koppelen. Ik sta deze weekend op 21 april, deze aanstaande zondag, sta ik eenmalig op een spirituele beurs. De beurs heet de Giga Happening in Torhout, in West-Vlaanderen. Ik ben mij zeer bewust dat heel wat mensen er niet zullen geraken, maar ik dacht het toch mee te geven, omdat ik er eenmalig sta met mijn kaarten aanwezig. Dus wie kan komen is zeker welkom. De ingang is volledig vrij. Ik sta er van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en dan kan je een private reading aanvragen. De details zullen onder de video in de beschrijving staan. Helemaal naar beneden scrollen en dan onderaan ga je nog een link naar Facebook zien. Daar kan je op klikken en zal je daar is er een evenement aan gemaakt en dan vind je alle informatie erover. Tal van workshops ook, tal van standhouders met van alles en nog wat, waaronder ik zelf. Nu, ik wil jullie alvast bedanken om te kijken en dan ik wens jullie een fantastisch leuk weekend toe, een heel leuke nieuwe week en dan hopelijk tot de volgende keer. Dag liefste vissen!